Hallo. Ik ga u een fabel voorlezen van La Fontaine. En de fabel heet De wezel die in een graanscheur ging wonen. Wezel, een jonge dame met een slank figuur, nam door een smalle spleet haar intrek in een voorraadschuur om lekker te gaan eten. Zij tegen niemand waar ze zat, niemand die van die plek mocht weten. Maar voor haarzelf was het een feest. Ze knabbelde aan God weet wat, het meest nog aan de stukken spek, die dus al gauw veel minder bleken. Ze werd, zo valt natuurlijk direct te vrezen, een dikke, volgepropte wezel. Dan, na 2 weken, 's avonds bij het diner, hoorde ze gerucht. Ze vlucht voor bang gevaar, maar kan niet langer door die spleet. En hoe ze zich ook wendt of keert, daar zit ze, compleet in eigen hol gevangen. Wat raar, roept ze. Dat is toch sinds kort mijn huis. Ik snap niet goed wat eraan schort. Een muis merkt iets van haar paniek en roept, toen je dit plekje vond, was je nog niet zo rond. Word mager. Werk aan jezelf. Doe gymnastiek.